De TT in Assen is het motorsportevenement van het jaar. Duizenden motorliefhebbers uit binnen- en buitenland komen erop af. En ook in onze regio zijn motorsportfanaten druk met de TT. Ja, en daaronder een handtekening maar. Erwin Buijs uit Spakenburg heeft zelf geen motor en dus huurt hij er een. Ik heb al lang mijn motorrijbewijs, maar dit is echt het eerste jaar dat ik daar aanwezig ga zijn. Dus ik ga er helemaal open in en ik zie wel wat er gebeurt. En nogmaals, hoop plezier maken. Motorwinkel MVM uit Soesterberg huurt dit weekend 30 motoren aan mensen die naar de TT willen. Michael Smit snapt de kick van de liefhebbers. Nou ja, het geluid, dat gaat gewoon door je heen. Dat is het. Het zijn vooral de snelle machines die dit weekend in trek zijn. Dit zijn de sportieve. Die zijn meestal al ruim een jaar van tevoren verhuurd. Als ze terugkomen, dan reserveren ze hem gelijk voor volgend jaar. De politie heeft aangegeven dat ze hardrijders gaan bekeuren. Erwin zegt dat hij voorzichtig doet met zijn gehuurde machine. Ik ken mezelf en ik weet wanneer ik rustig aan moet doen. Het is niet zo dat ik met zo'n ding als een gek rijd. Ook de vader van Michael gaat dit jaar naar de TT. Maar omdat er iemand op de zaak moet passen, moet Michael zelf thuis blijven. Ja, nou ja, goed. Kijk, als hij zijn best doet, mag hij volgend jaar mag hij weer mee. Dit jaar is het aan mij besteed en ik gun het hem dat hij volgend jaar weer mee mag. Als alles over de motor is uitgelegd... Grootlicht, normale verlichting, seinen, ook weer indruk om uit te zetten. En de klakson. Is het tijd om te gaan. Alles netjes inpakken, alles. Naar schatting gaan er dit weekend meer dan 100.000 motorsportliefhebbers naar de TT in Assen.